Hoi, kan je deze video liken voordat ik deze pingpongbal 3 keer heb laten stuiteren? Daar gaan we. 1, 2, 3. Woe! Ik hoop dat het je is gelukt, want dat ging echt gigantisch snel. En in de Fan Friday van vandaag is het tijd voor een superleuke en super moeilijke challenge. Namelijk, als je lacht, dan verlies je. Dat betekent dus dat we allemaal verschillende grappige, geweldige, hilarische filmpjes gaan kijken. Maar je mag niet lachen. Ik ben daar echt oprecht zo ongelooflijk slecht in. Maar ik ga natuurlijk mijn best doen. En het leuke hieraan is dat jij ook mee kan doen. En weet je wat je ook kunt doen? Op dat belletje klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier blijf je altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar de filmpjes. Dus let's get started. Oh jeetje, wat is dit? Oh nee. We hebben een veetje in de lucht. Nee! Maar die zag ik gewoon aankomen. Jongens, het is wel grappig. En ik denk een soort van de opbouw daarvan natuurlijk. Maar tegelijkertijd... Oké, okay, sorry. Ik moet er wel om lachen. Wacht, ik moet dan nog een keer kijken. Not to fear, little children. I will help. Nee! Ze zegt ook, ik ga je helpen. En dan valt ze. Anyway. Oké. Een man met de kruiwagen, de heuvel op. Maar het lukt hem niet. Oh my gosh. Ja. Dat heeft hij toch wel een beetje zichzelf aangedaan natuurlijk. Hij wil met zijn kruiwagen helemaal omhoog, maar er zat natuurlijk iets in. Ik hoop voor hem dat het niet mest was. Het is een foutje. Foutje, bedankt! Oeh, Charlie D'Amelio. Oh nee. Oh nee, die scheet! Oh my, oké, ik speel hem nog een keer af. Ik probeer niet te lachen. Ik probeer... Deze video is dus van Charlie D'Amelio en iemand heeft gewoon de muziek eronder weggehaald en hun eigen sound effects eraan toegevoegd. En het is oprecht hilarisch, maar ik doe mijn best om niet te lachen. Oh jeetje, een kat. Oh, hij is geschrokken. Maar ik weet niet precies wat er gebeurde. Wacht, ik moet er nog een keer kijken. Oh, het gaat om een scheet. Hij schrikt om een scheet. Oké, nee, je moet bij mij niet aankomen met scheet- en poepgrapjes. Ik vind dat veel te grappig. Kijk die ogen dan. Hij kijkt helemaal het tegenovergestelde van scheel. Oké, wat gaat er hier fout? Ik zie heel veel frietjes en ketchup. Nee! Oh my god, oké. Ik deed echt mijn best om een lach in te houden, maar dit is... Wat? Ik had gewoon geen idee waar deze video naartoe zou gaan. Dit is echt... Ik moet er nog een keertje kijken hoor. Oh my god. Kijk hem er dan bij. Hij kijkt zo aan. Super boos. En er is echt gewoon letterlijk geen spetter ketchup op de frietjes gekomen. Wat hebben we hier? Oh, een Microsoft sound. Oh, dat is zielig. Dat doet toch gewoon pijn, hè? Hey, Oliva. You wanna go? Oh, baby. Oh, Dorito. Oh. Oké, die baby wilde die Dorito wel echt heel erg graag. Wie verzint dit soort dingen, jongens? Dat was heftig. Oké, anyway. Oké, pannenkoek. Oh, lekker, ik heb zin in pannenkoeken. Hij wil natuurlijk omdraaien. Oh, het was geen pannenkoek. Volgens mij was het, ik weet niet wat dat was. Maar dat ging niet helemaal goed. Oh jeetje. Oh, wat gaat er hier gebeuren? Jongen heeft iets gekregen voor... Oh. Ja, pijnlijk. Wel zielig, maar hij komt er wel weer overheen. Just wait for it. Oh jeetje. Wait for it. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Jongens, ik ben... Oh! Oh! Ze kwam er net niet overheen. Maar ze doet ook echt helemaal, zeg maar, haar armen gekruist. En dan gaat er helemaal voor. En dan... Klein knietje erboven. En that's it. Als mij dat zou gebeuren, zou ik me echt... doodschamen. Oh jeetje, oh jeetje. Oh ja, de challenge is dat ze op een achtbaan zit en ze mag geen emoties vertonen. Oh, daar gaat het al. Ze is al een beetje aan het lachen. That would be me. Oh, dat gezicht. Oh, ze doet echt heel erg haar best. Ik vind het nog best wel knap wat ze doet. Behalve dat ze echt heel erg aan het lachen is. Net zoals ik, jongens. Oh my goodness. Nee.
Dit is niet goed voor mijn challenge. We failen allebei met onze challenge, girl. Ik vind dat oprecht wel echt een hele leuke video. En tegelijkertijd is dit ook echt zo'n typische challenge dat ik zou doen. Ik ga meestal echt heel erg vaak achter elkaar in de achtbaan. En dan zou ik nog wel kunnen zien dat ik zo'n challenge zou bedenken, jongens. Misschien moet ik daar ook een keer een TikTok van maken. Oh jeetje, een boxingbal. Heb je dat wel eens gedaan? Oh! Oh! Zij kan in ieder geval niet zeggen dat ze de boxingbal heeft gedaan. Oh, oh, dit zijn video's waar ze mensen laten schrikken. Hoezo is dat je reactie als je schrikt? Als ik schrik, dan schreeuw ik echt gewoon de hele wereld bij elkaar. Maar zij doet echt zo... Auw. Auw. Oh. Oh, dat hoofdje. Oh my god. In deze video zie je echt die kat zo... Ja, ja. Oh my goodness. Oh ja. Katten die over toiletpapier springen. Oh nee, deze heeft korte pootjes. Oh. Word je niet zielig? Kijk hem dan gaan. Oh. Oh jeetje, wat gaat er hier gebeuren? Oh, zo moeilijk kan het niet zijn. Wow, heftig. Dat had ik niet helemaal verwacht. Ik kwam echt keihard tegen de kluisjes aan. Het is hem wel gelukt om onder dat ding te gaan zonder het aan te raken. Dus ik vind het knap. Een hoverboard. Oh nee, deze dingen zijn zo gevaarlijk, jongens. En denk je dat je balans hebt? En dan gebeurt het niet. Oh, ze viel niet eens. Ik had eigenlijk verwacht dat ze wel zou vallen. Het is haar gelukt om er een beetje op te blijven balanceren, maar het zag er niet bepaald charmant uit. Oh, we hebben nog een hoverboard video. Ze gaat erin draaien. Oh jeetje, op het tapijt. Oh, oh, oh. Wow, het is gewoon een ballerina. Jongens. Oké, het gaat nog goed. Ik ben nog niet echt heel erg aan het lachen. Maar een hoverboard is zo lastig. Maar tegelijkertijd is het toch ook wel echt heel erg leuk. Zo met de familie rond de kerstboom. En gewoon met z'n allen lachen. Gelukkig is het wel goed gekomen. Want het had ook keihard op de hoofd kunnen vallen. Anyway, door. Oh jeetje, we hebben hier een zaklampje. Deze kat. Oh, wacht, ik moet nog een keertje zien. Hoe doet hij dat? En waarom? Wat denkt deze kat te bereiken door het... zo te doen. En dan hebben we hier de allerlaatste. Oh. Oh my god. Oké. Aan het begin van deze video dacht ik, oh, haha, het is een kat met een bruik op. Maar toen hij zo dat gezichtje omdraaide met die lippenstift. Oh my god. Dat is hilarisch. Ik wil er nog één keertje zien. Kijk. Oh. I love it. Nou, dat is wel een mooie afsluiter, want het was toch de laatste video en ik heb hier heel uitgebreid op gelachen. Maar ik ben echt heel erg benieuwd hoe goed jij deze challenge hebt gedaan. En om nog eventjes terug te komen op iets wat ik in de vorige Fan Friday heb gevraagd. Namelijk om deze knuffel hier achter me een naam te geven. Het is de kikker van de Build-A-Bear video. En ongelooflijk veel van jullie hebben hele lieve, leuke, schattige, mooie namen ingezonden. Maar ik denk dat de naam die het allermeest wordt gezegd, de naam... Froggy is. Dus bij deze wil ik officieel de Build-A-Bear knuffel hier zo achter me omdopen tot Froggy. Ontzettend bedankt voor het insturen van al jullie namen. En ik hoop dat jullie super blij zijn met deze naam. En dan is het nu natuurlijk tijd voor 20 Second Wrap-Out. Nora, Liv, Erna, Ashley, Sandra en Georgina. Noor, Mishka, Baro en Alia, Carolina. Heidi, Aileen, Jen, Maxime en Milana. Elise, de Slime Girls, Haley en Liana. Sky, Jinte, Sterre, Laura, Isabella. Annemiek, Dino, Astrid, Wauw, Ain en Ella. Star, Heaven, Lizzie, Luna, Sophie, Sarah. Alessandra, Rebecca en Mathilda, Lara. Wil je ook heel erg graag met je naam en je reactie in de 20 Second Wrap-Out van volgende week komen? Dat kan. Je hoeft er alleen maar eventjes naar te vragen in de reacties hieronder deze video. En gebruik het woordje Wrap-Out. Wie weet zie je en hoor je jouw naam wel weer terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!